hier op blijkbaar al heel lang rond. Oh, gaat hij de andere kant op? Ja, die pakken wij ook. Ja, die gaan we ook pakken, Niels. Ja. Voor mij heeft dit ding nog geen airco. Zo. Mijn eerste stadsleuntram. Met raampjes die open kunnen. We moeten er nu al uit, hè? Nee. Ik was er nog even naar voren, maar nog. Niels, we gaan achterin. Ja. Rustig.
tegenwoordig niet gevallen. Ja. Zo, dan gaan we even comfortretail doen. Nou, het is het. Standaard kielstoeltjes. Meerruimte is over de top. Hele goede meerruimte. Maar niet jammer dat dit uit dienst gaat, want er zijn wel lekkere stoeltjes. En dit is de halte 24 Oktoberplein. Jullie kijken of ik zo even kan filmen voor jullie? Ja, dat wil wel. Dit gaat verwijderen, deze bus, deze tramlijn verdwijnt op 3 juli gaat hier ook de nieuwe KF Eurobos trams rijden. Dan gaat dit uit dienst. Een keer de stopknop demonteren voor jullie. Let op de afstand bij het uitstappen. Nou, trouwens, in deze tram is van, gemaakt van Sieg in Duitsland en is geëlektrificeerd door Holek en BBC. BBC maakt ook veel smallspoorterreinen in Zwitserland, zoals de Rijtische Baan. Oeh, dat is de Rijtische Baan. Dus Eindhoven. Utrecht Centraal.